Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe videoblog. Ik ben vandaag in Macau. Dat is een kleine republiek vlakbij China in de buurt. En Hongkong. Ik ben hier met de boot vanuit Hongkong gekomen. En we gaan het vandaag met jullie gaan hebben over wat is een beta-man precies. Wat is alfa-gedrag en wat is beta-gedrag. Allereerst wil ik duidelijk maken dat alfa-gedrag niet het clichébeeld is dat je vanuit de media voorgeschoteld krijgt van een soort van aapmens. Die eigenlijk koste wat kost, vrouwen meesleurt naar zijn grot en domineert over andere mannen op een brute manier. Nee, dat is een vertekend clichébeeld. Je moet veel meer zien als een man die die natuurlijke talenten en kwaliteiten heeft en daarmee de leiding durft en weet te nemen. Ook durft te sturen en ook krachtig is in wat is zowel lichamelijk als ook in wat hij zegt en doet. En een beta is eigenlijk precies het tegenovergestelde hiervan. Dat is een man die juist eigenlijk niet sterk is en geen leiding durft te nemen. En dus ook eigenlijk niet zo interessant is voor de groep. Beta gedrag is eigenlijk het gedrag wat we tegenwoordig... Beta gedrag is ook wel gedrag wat we tegenwoordig kennen als onder normaal als kneus, loser, kwartje, mietje. Eigenlijk een man die niet goed voor zichzelf weet op te komen en geen echte man is. Eigenlijk een man die zijn mannelijkheid een beetje te grabbel heeft gegooid. En een beetje een sneu type eigenlijk. Mensen doen wel aardig tegen hem en ze lachen altijd wel om hem. Maar eigenlijk vinden ze er niet mee, toch eigenlijk niet echt gezien mee worden. Ze vinden dat toch eigenlijk een beetje een vertoning van ze hoort het toch allemaal niet. En je hebt natuurlijk mannen die dat in meer of minder mate dit gedrag vertonen. Hè? De ene is natuurlijk minder kneus, loser dan de ander. En de ene man is weer meer beta of meer alfa dan de ander. De ene man vertoont weer meer alfa gedrag dan de ander. Er zit natuurlijk wel een soort van balans in. En helaas is het zo dat tegenwoordig bij de meeste mannen is het doorgeslagen naar meer de overhand beta en bijna volledig beta. En alles wat ze doen is op de beta-piloot, zeg maar, de automatische beta-piloot. En dat is heel treurig, want ze hoort het helemaal niet te zijn. Het is namelijk een kunstmatige houding die mensen zich aan hebben geleerd en waar je ook weer vanaf kunt komen. En zeker ook op het gebied van vrouwen. Het is natuurlijk heel belangrijk om geen kneuze loser te zijn, maar jezelf te zijn. Je te zijn wie je bent en dat van nature heb jij als man zijn veel meer alfa dan je eigenlijk denkt. De tijd dat we jong waren, kinderen en tieners, waren jongens allemaal, bijna allemaal, op avontuur uit. Hutten bouwen, naar onbekende plekken op zoek, tegen andere straten gingen wij vroeger als kind vechten. Gewoon vechtpartijen, onderling de ene straat tegen de ander. En allemaal hele spannende, gave dingen. En naarmate wij een beetje puberteit was natuurlijk op de hoogtepunt ervan. Totale vrijheid en doen waar je zin in had en lekker je eigen gang gaan. Maar helaas sluit het bij heel veel mannen toch daarna erin dat ze zich op zoek gaan naar zekerheid en veiligheid. Uit een soort angst, omdat je, naarmate je dus rationeler wordt, ouder wordt, ook angstiger wordt. Ja, een beta is eigenlijk heel kwalijk, want eigenlijk heeft elke man wel iets alfa in hem en meestal is er vanzelf stapt er een echte leider op, maar eigenlijk heeft elke man wel ergens een soort van alfa rol in zijn leven gehad in het verleden. Helaas is dat, wordt het steeds minder, steeds meer mannen accepteren het beta deel van de man, dus de zwakte van de man, en die omarmen dat zelfs en gaan er naar leven. Zo vinden ze het bijvoorbeeld heel normaal dat, dat ze geen leiding kunnen nemen ergens, maar dat ze zelf geleid worden. En dat accepteren ze, dat vinden ze zelfs oké, daar voelen ze zich goed bij. Ze vinden het niet erg dat ze geen sterk lichaam hebben, nee, ze vinden het zelfs wel prima. Ze vinden het eigenlijk maar overdreven om op je kracht te richten en om vooruit te komen. En ook in hun denken, ze vinden het helemaal niet erg dat ze stilstaan, dat ze dat er niks gebeurt in hun leven, dat ze eigenlijk in een soort status quo terecht zijn gekomen. En dat accepteren ze. En niet alleen dat, ze zijn er eigenlijk een soort van tevreden over. En ze vinden eigenlijk dat iedereen zo moet leven. Nou, dat is een heel kwalijke ontwikkeling. Want juist het alfa deel in de man heeft altijd gezorgd dat we vooruit zijn gekomen. Dat we verder zijn gekomen. Dat we spanning hebben durven accepteren. Dat we hebben gevochten voor wie we zijn.
dat we accepteren dat we niet volmaakt zijn, maar wel naar streven om volmaakt te worden. Niet gaan voor veiligheid en zekerheid, maar dat we gaan voor onzekerheid, spanning, maar daarmee ook avontuur. En ja, dat is iets wat in de loop van de geschiedenis dus heel erg veranderd is. Eigenlijk Nietzsche, het onomstreden slavenmoraal, die is steeds geaccepteerder geworden, die heeft overhand genomen en tegenwoordig is het zelfs ja, bijna verplicht om je aan te houden. Hè? Als je je anders gedraagt dan de gemiddelde beta-man, dan ben je vreemd, word je verdacht gemaakt door al die beta-mannetjes die gaan je dan een soort zwart maken. En die accepteren niet dat wanneer een man opstaat voor zichzelf. Zo vinden ze dat dan altijd, als een man vooruit komt en sterker wordt, dat vinden ze dan altijd iets van, ja, hij zal het wel op een niet eerlijke manier gedaan hebben. Wat ook eerlijk dan ook wel niet mag betekenen, weet ik niet. Maar dat is altijd iets van, ja, het is niet eerlijk, het is niet eerlijk, het is niet eerlijk. Alpha gedrag is niet eerlijk, beta gedrag is eerlijk. Terwijl het natuurlijk net zo oneerlijk is. Het is helemaal niet eerlijk om niks te doen en te kiezen voor veiligheid en zekerheid. Want ja, daarmee kies je eigenlijk voor je eigen ondergang. Want er hoeft maar één keer iemand net iets over je grens heen te gaan en je bent nergens meer. Je bent verloren. Je moet altijd zorgen dat je geconcentreerd blijft, dat je door blijft gaan, dat je sterker wordt. En dat hele beta gedrag, dat zie je ook terug in het dating gebeuren. Hè? Mannen die accepteren dat ze heel vrouw veel ver beneden hun stand krijgen en dat accepteren. Dat vinden ze zelfs oké, nee, ik hoef niet zo'n interessant meisje, dat past niet zo bij mij. En ja, dat is natuurlijk gewoon, dat is natuurlijk vreemd dat iemand dat accepteert van zichzelf. En ja, raar ook dat mannen hun vechtlust verliezen en niet opkomen voor wie ze zijn als soort. En ja, daarin zie je dus ook heel veel beta-gedrag om je heen. Het wordt steeds vervelender hoe meer je bewust hiervan wordt. En dan ga je ook zien dat beta's gewoon heel oninteressant zijn, maar ook heel vervelend. En altijd je willen dwarsbomen in wat jij, als jij wel vooruit wil komen. Een ander voorbeeld van waarop beta-mannen het anders proberen naar beneden te halen, is voor het succes minder mooi te maken of onnullige zaken toeschrijven die minder zijn aan het succes. Zo heb je hier bijvoorbeeld in Macau veel casino's, veel lichten. En zullen beta-mannen zo snel zeggen van, oh ja, kijk eens, lichtvervuiling, slecht voor de dieren, slecht voor de natuur, etc. Natuurlijk valt er wel wat van te zeggen dat het goed is voor dieren, maar er is hier zat ruimte in China en Macau voor vogels en dieren. Dus het is helemaal niet zo interessant dat een klein stukje grondgebied gebruikt wordt om geld te verdienen. Ik ben zelf helemaal geen voorstander van casino's. Maar als iemand daar succes van mee weet te halen, nou prima. Ik geef mezelf geen cent uit, als anderen daar plezier aan vinden, vind ik het helemaal top. En gelukkig is dat van harte. Zolang je niemand kwaad en pijn ermee doet, geen probleem. Maar in beta zouden ze echt niet zeggen van ja, nee, kijk eens, mensen worden misleid om geld uit te geven voor niks, schuldig in de schulden. En ja, dat is zo en daar ben ik ook op tegen. En ik ben hem ook om te waarschuwen voor dat soort zaken. Maar ik zeg niet dat als ik dit had uitgedacht, als ik dit had kunnen bedenken, dat ik het niet had gedaan. Als mensen zonder dwang jouw geld komen geven, wat is daar tegen? Niks. Maar ja, typische beta-mannen die vinden dat de hun manier van rond te leven, dat iedereen zo moet leven. En dat is een mooi voorbeeld ervan. Ja, hetzelfde is dat een beta-man ook gewoon niet kan begrijpen waarom een man die alfa-gedrag vertoont zoveel vrouwen kan krijgen. Waarom de vrouwen altijd voor hem kiezen. Ze zeggen dan van ja, maar kijk, ik ben een good guy, ik ben goed, ik zal niet vreemd gaan. Kijk, dit is een slechte man, hij zal vreemd gaan. Ik zal dat nooit doen. En ik ben heel erg tegen ontrouw naar mensen toe. Ik geloof wel dat je in principe gewoon trouw moet zijn naar elkaar. Maar ja goed, als een man de kansen heeft om meerdere partners naast elkaar te hebben, dan doet hij het alleen maar slim en goed. En kun je er alleen maar van leren. Maar ja, dat wil een beta niet. Die wil dat veroordelen. Die zegt, nee, dat is slecht. Dat gedrag is slecht, per definitie slecht. Seksuele gevoelens zijn slecht. Je moet, is eigenlijk fout. En die veroordelen zo iemand, zo'n man met alfa gedrag erop.
Terwijl ze in zijn schoenen exact hetzelfde zouden doen en ze er alleen maar van dromen. Alleen zij hebben de dromen opgegeven. Ze zullen het niet doen. Zij kunnen dat gewoon niet meer. Ze zijn te beta om dat nog voor elkaar te krijgen. En de Alpha-man zal iets van last hebben. Ik denk, ja goed, daar laat me kletsen. Maar ja, het is voor de algemene, voor de mensen die wel nog die verandering door willen maken, die wel vooruit willen komen naar dat Alpha-gedrag, zijn ze een last, want ze veroordelen. Je zit toch als gewoon mens veel met dit soort personen om je heen. En het is dan nogal een obstakel om verder te komen. Dus ik word heel erg bewust van beta-gedrag in mannen. En ja, leer je er omheen te zeilen. Zodat je vervolgens meer en meer alfa-gedrag kunt gaan vertonen. En meer succes kunt halen op alle vlakken. Vriendschappen, financieel, in de liefde. En ja, het is een betere wereld dan als een beta rond te lopen die constant bezig is met anderen naar beneden te halen om zijn eigen idee veilig te stellen. Die komt nooit verder. En ja, tenzij dat is wat je wilt, dan, maar dat lijkt me niet. Ik denk dat iedereen verder wil komen. Alleen heel veel mensen zijn niet zo bewust van dat ze alfa of beta gedrag, wat dat precies inhoudt. Of ze dat vertonen. En door je bewust ervan te worden kun je dit ook gaan veranderen en verdraaien naar goed gedrag. Wat we eigenlijk van nature ook vertonen. Wat goed voor ons is als man zijn en voor de hele mensheid. Oké, dat was het weer. Vanuit Macau zeg ik bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.